Ik sta op Lowlands, het is maandagochtend en we hebben het weer overleefd. Maar voor sommigen scheelde het niet veel. Mensen zijn een spul aan het pakken, aan het sjouwen over de brug en een zonde aan het overdenken. En ik ga ze vragen of het eigenlijk allemaal wel waard is geweest. Hoi. Voel je een beetje fris? Ik voel me niet echt heel fris, nee. Ik moet nog moe worden, eigenlijk. Je bent nog steeds wakker? Ik ben nog steeds wakker, ja. Mijn ogen branden helemaal van de moeheid. En ik moet nog naar huis rijden. Ik versta er helemaal niks van. Nee? Ik versta er niks van. Hoe gaat het met je? Ja, top. Toppie. Je ziet eruit alsof je bijna in staat van ontbinding bent. Ik sta er weer helemaal niks van, sorry. Ja? Moe. Een beetje verdrietig ook eigenlijk. Hoezo? Nou, dan ben je toch 4 dagen ben je alleen maar onder mensen en dan alleen maar muziek en geluid. Je bent eigenlijk nergens een stilte boven die silent room daar op het terrein. En dan, ja, en dan ga je weer naar huis en dan ga je weer naar je kamertje toe. Ja, maar ik ga wel naar mijn vaders huis. Mm. Die gaat me lekker in de watten leggen. Ja, heb je het nodig? Ja. Ja. Was het zwaar? Ja. Vertel, wat is er allemaal gebeurd? Oh god. Wat niet eigenlijk? En je hebt een tatoeage laten zetten, heb ik gezien? Een vriend van mij die stond naast mij. Ik vroeg aan hem, weet je, een woord met 8 letters. Nee, ik zou echt niet weten wat het betekent. Want wat was het hoogtepunt van je Lowlands? Even denken hoor. Ja. Ja, gisteravond. Ik stond bij de drum and bass opeens. En ik moest even aan de jongens vragen, wat voor muziek is dit nou? Want ik stond echt helemaal knetter uit mijn dak te gaan. Het is drum and bass. Zo, oh, daar hou ik helemaal niet van. Toch 4 dagen is een beetje weg van huis, hè? Ja. Of op een andere planeetje. En nu ben je teruggeland op aarde. Ja, ik besef het nu wel even. Ja. Ja. Heb je enkele dieptepunten gehad, dit festival? Alleen maar. Kaart lopen kotsen. Uit mijn tent lopen kotsen. Gewoon alles is hier vies. Wc's zijn vies, douches zijn vies. Ja. Donderdagavond lag ik op de vloer op de Bravo omdat ik door mijn knie heen ging. Maar dan echt 20 keer achter elkaar. Is een festival het dan eigenlijk nog waard? Nou ja. 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 Ja, zeker wel. Ook de kater morgen? Ja, jawel. Ja, ik denk het wel. Oh, je zegt ik denk het. Ja. Ja, waarom wel, waarom niet? Nou, omdat ik misschien nu niet helemaal 100% zeker weet. Nee, jawel, het is 100% waard.